Hey mensen, dit is wel echt de dag dat we binnen moeten gaan komen, man, bij de Craftmaster, want het duurt zoveel te lang allemaal al. Ik ga nog even wat stress opleveren met de Nooglinis, waar we de vorige aflevering zijn geëindigd. Ik heb even gereconnect en alles, en nou doet alles het weer. Gelukkig. Oh, hij heeft er een nieuwe gate ingezet, maar dat maakt niet uit. Dan pak ik deze wel gewoon. Ik ga gewoon doen alsof ik een grote dinosaurus sta die voor de poort is. Hallo, toet toet. Ik ben een giga. Ik wil naar binnen toe. Beter maak je die poort open, gast. Even serieus. Nou, dan ga ik wel andere dino's aanvallen. Ook goed. Ik zie ook helemaal geen damage nummers trouwens. Is dat normaal? Ik weet niet hoe sterk deze rexen zijn, man. En ik hoef ook helemaal niet moeilijk doen, want ik kan er net goed gewoon even een gatje inblazen weer in die poort. Serieus, attack rifle ben ik binnen 2 seconden binnen weer. En iemand kreeg daar damage ook. 123 damage. Nou, toet toet. We moeten eigenlijk even tech turrets hebben die... Waarom loopt hij terug, die golem? Dat is niet per se helemaal de bedoeling, chef. Ik kan zelfs deze golem mind controlen, man. Ik wist niet dat dat een ding was. Dat is wel echt heel goed. Kan ik deze nou de gang inlopen of wordt het te klein? Er zit al een zadel op namelijk, dat is wel nice, man. Daar kreeg ik echt veel te weinig damage net. Gaat dat werken? Dan heb je hier een pinch of niet? Nee, dat gaat niet lukken. Oh, dat is jammer. Dat is heel zuur. Mijn noggling staat er nog op. What the fuck? Met die tech rifle kan ik snel even een gat in die poort blazen. Ga ik dat even snel doen. Dan kunnen we met Nooglini kunnen weer erin lopen. Oké, die gaat dood. Nou, kom op. Poort eruit. Poort is er weer uit. Wow! Nee! Nee! Wow! Mondertje! Mondertje! Au, 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 blijf maar komen, gek. Blijf maar komen. Mondertje, blijf weg maar komen. Oké, ik ga er snel weer in. Hier staat alles weer, man. Oké, als ik deze nu even zorg dat die volgt. Kom maar, volg, volg, volg. Oké, goed. Goed, goed. Ja, goed, goed. Alles moet weg. Alles moet weg. En mijn Nooglini is bijna dood, zo te zien. Daar moet ik wel even mee uitkijken. Al die splash damage de hele tijd, gek. Zit er nog iets in? Nee, er zit ook helemaal niks in. Maar er is verder niet heel veel meer op te halen hier, dus nee, er is niet meer veel. Alleen die pterodons, die zijn wat zul op zich. Ja, dat is het hele ding ook. Al die tech turrets gaan mijn Nooglini heet hij dood. Nou, de chaos is gecreëerd. Ik ga lekker, ik ga even die muren opblazen, man. Ik heb de Craftmaster even niet meer gezien trouwens, bedenk me nu. We maken heel veel kills. Tropio, destroy your electric cable. Power generator, ik weet niet wat er is, of de Craftmaster ons nog aanvalt. Wow, zo. En daar stonden we in één keer bij de muur al. Nou, ja, jeet. Oké, goede hit. Mooie damage zie ik graag. Die tech turret is gewoon een probleempje, man. Dat is wel lastig om te doen. Maar ik ga er nou gewoon even een paar keer achter elkaar doen. Fuck it. We gaan even speedrunnen, weet je wel. Uiteindelijk zullen we binnenkomen hier. En alles looten wat er ligt, gek. Even serieus. Oké, dan gaan we weer. En gaan, en gaan, en gaan, en gaan, en gaan. En we hebben het gezien met de Nooglini. Hierachter zit dus gewoon een main base. En ik hoop niet dat er ook nog turrets in zitten. En waarom wist ik ook helemaal niet van deze cave af, man? Dat die ook zo huge ass is. Volgens mij doet daar heel weinig damage op metal. Waar zijn tech grenades überhaupt nou echt goed voor? Ja, dan ga ik hem gewoon links hier in de muur raken, man. Even serieus. Dan gaan we. Ja, jeet. Shit! Oei! Hij schoot niet. Nou, dan gaan we weer. We zijn al een hele week lang grapple glitches aan het doen. We zijn inmiddels pro geworden. Pro grapple glitcher. Grapple glitches. Ja, ik weet het ook niet, man. De Craftmaster heeft de moed volgens mij opgegeven. Hij is weg. Als ik hem voor een langere tijd niet ga zien, dan ga ik hier gewoon een bedje neerzetten met mijn sleeping bags, man. Dan kan ik hier gewoon even spannen. Ja, dan denk ik dat ik eerst even voor rechts ga daar. En ja, jeet! Hij schoot wel, maar ik weet niet of ik iets raakte. Nee. Nee! Wat een vieze scam, gast. Holy shit. Nou, jij gaat even met me mee. Ik ga jou daar neerzetten. Met een boel sleeping bags. En dan kunnen we dan in ieder geval blijven spannen, man. En dan hoop ik niet dat de Craftmaster terug gaat komen. Ik heb hem echt al even niet meer gezien, namelijk.
Nou, ook elke keer als je een turret opblaast, dan wordt het ook steeds makkelijker weer om dichterbij te komen, snap je? En ja... Jeet! Oké. We hebben weer iets geraakt. Nou, dit blijven we doordoen, gek. Dan gaan we 100 keer achter elkaar doen. I don't give a shit. Sleeping bag. Span. Kijk, nou zijn we moves aan het maken, man. Dit is efficiëntie. Dit is efficiëntie. Kom op. Allemaal goede shit meenemen. Die mee. En dan heb je zo je hele rijtje weer gehad, jongen. Hoppa, zijn we ready voor nog een grapple glitch. Oh, dit is tempo. Dit is tempo, gek. Ja. En jeet. Oké, heel goed. Oh, wacht. Ik moet eerst even mijn vlak inzetten, man. Ik dacht er, ai. Dat is niet slim. Zo, die ging heel snel. Wow, ik weet niet wat ik hem erop opgeblazen. Maar die was echt fucking ziek. Ik weet niet wat er gebeurde, maar die was echt heel ziek. Ik ga stuk. Ja, als er dadelijk gewoon heel veel turrets weg zijn, dan kan ik er gewoon met een stego inlopen uiteindelijk. Ik denk dat we daar ook even een beetje naartoe moeten gaan werken. Bang. What the fuck? What the fuck? Hij zat in de muur. Kon mij niet raken. Mijn raket deed ook geen damage. Dat was raar, man. En waar is de craftmaster heen? In de triplog staat ook niet dat er bij ons nog dingen kapot zijn gegaan. Dus. En ja. Hop. Hopla. Nou. Dan gaan we weer. Leuk. En ja. Jeet. Oké, heel goed weer. Echt een hele goeie. Soms blijf je een beetje in de lucht hangen. Hoor je hoog houden door die turrets, man. Sleeping bag. Jeet. Er lag nog een body van mij. Er lag nog eentje. Nice, heel goed weer. En doorgaan. Geen tijd te verliezen, gek. Al lang niet meer, hoor. Al lang niet meer. Ga je het weg? Ik ben wel heel eind. Zo. Al een heel eind. Misschien moet ik even met een Noglin allemaal lijken op gaan ruimen hier, man. Nice. Kijk, dat zijn de goeie. Weer lekkere damage erbij. Ja. Jeet. Ja, ook heel goed. Oh. Wow. Ik ben in de base. Huh. Hoe ben ik in de base? Ik sta in de base. What the fuck, je leeft nog. Ik sta in de base. Wow. Ik weet alleen niet hoe, zeg maar. En hoe de fuck ik hier ben gekomen. Ben ik gewoon voorbij? Je hebt de hele muur bijna kapot, hè? Ja, ik weet niet wat er is gebeurd. Ik sta letterlijk... Er nog even iets, trouwens. In de bar. Hey, de lichaam van de craftmeester. Oh. Kom op. Ja, explosives, gast. Ik kan het gewoon van binnenuit opruimen, nou. Doe jij die damage? Nee. Oké. Oh ja, maar ik heb echt alle shit van de craftmaster. Maar ik kan nou gewoon van binnenuit de boel opruimen, als goed. Heel nice. Hij slaapt in ieder geval hier gewoon, dus hij is er helemaal niet. Oh, dat is perfect. Ja. Even te kijken, hoor. Oh, dat is perfect. Pak hem terwijl hij slaapt. Oh ja, oh, die turrets zien mij hier volledig. Oh ja, ik ben de Jenny aan het hitten, man. De Jenny is bijna down. Jenny down? Jenny down. Jenny is down. Heb je de Jenny? De Jen is down. Oh, hij heeft complete Jenny. Hoe de fuck was ik ook in één keer binnen? Dat was zo raar, man. Dat was echt heel vaag. Hallo, hoor je me nou wel? Oh, hallo? Nee, nog steeds niet. Nou, fuck it. Ik ga lekker looten. Oh, allemaal craftmaster shit, man. Yes. Oh, de big, big loot nou. Kom maar fucking door. Kom maar fucking door. Moet even een dino hebben om te looten eigenlijk, man. Nee, ik gooi hier wel een cryopod dino uit als die ligt. Oh ja. Oh, Molten Stegos. Dark Main, die gebruik ik wel even om te looten. Oké, hop, alles erin. Behalve de Element en de Rockets. Hier is er niks in. Hier is er ook niks in. Oh, heel goed dit, man. Yes, Carbonemus. Superveel Carbonemussen. Dark Destroyer, de Rexen. Oh ja. Dit is very, very nice. En hier de Megalodons, chill. En hier de Mebro, yes. Oh, we zijn echt lekker nou, dit is goed.
Daar zit niks in. Is dit echt main base à la Craftmaster? Dit hokje, wat het was? Veel metal, veel electronics. Veel mutagen, what the fuck? Veel element. Electronics, ja, lekker man. Oh yes, oh yes. Jazeker. Oh jezus man, de boel wordt opgeblazen en dat hebben we even goed gefixt hier. Jemig, al die shards. Oh ja, ik heb keiveel shards. In principe heb ik dat niet per se nodig. Veel metal, is altijd lekker man. Ja, fuck. Laat eens even deze shit op. En kabliem. Hoppa, big bomba. Zat er nog iets van loot in of niet? Cloning chambers. Heavies, heavies man. Tech turrets. Oh mijn god. What the fuck. Het is gewoon een turret cap wat ik hier even loot. Cloning chambers zijn ook echt god. Godverdomme duur. Al die structures, maat. Ja, die tech structures sowieso, man. Tech double door frames. Kom maar door. Ja, ik moet echt nog een loot dino uitgooien, man. Dit is eigenlijk allemaal dingen wat ik wil hebben. Het is heel irritant om allemaal zelf te craften, namelijk. Al die vaults. Zoveel shit, man. Oh, blueprints. Yes. Vlak BP. Dus ook allemaal capped vlak, G. What the fuck. En die MSD, ja. Die moet ik ook hebben. Man. Dat is niet normaal, gek. Boah, dan moet ik daar nog even een keer doorheen kijken, want... Ja, wauwie. Wauwie, kijk. Ja, joh. What the fuck. What the fuck? Hebben we nog een Dart Vader main of zo? Die main, Shadow main. Hebben we nog een Shadow main? Ik kan niet zeggen dat er alleen maar carboniums in zitten. Ik dacht dat er twee Shadow mains hadden sowieso. Oh ja, cryosick? Hoe dan? Oh, dat is echt niet normaal, man. De loot die hier allemaal in zit. Kijk die vlak, man. Hoppa, allemaal capped fucking vlak. 50 setjes, yes! Ik heb alles gewoon terug, maat. Oh, mijn investeringen. De verf van de Craftmaster raketten, jongen. Dat boeit niet zoveel. Dat boeit ook niks, eigenlijk. Mining drilletjes, waarom niet? Ja, dit, al die zadels ook gecraft, man. Dat is ook relaxed. Dit wil ik allemaal hebben, eigenlijk. Gewoon weer een hele vault en shit wat ik wil hebben. Maar ik ben weer Blackwader, man. Ja, het past niet. Je moet nog een dino hebben. Maat, ik ga een Noglin halen en die gewoon helemaal vullen met zooi. En nog een shoulder dino in ieder geval. What the fuck, dit is echt te veel. Te veel zooi. En ik moet zo nodig plassen. Mensen, hebben jullie al je krachtvoer gehaald? Want met deze krachtvoer, jongen. Komen de James-YouTube. Oh, nog korting op de krachtvoer. Kunnen jullie zo'n raids fixen, man? Eerlijk. Craftmaster had ons gewoon verlaten. Ging gewoon weg. Ging slapen terwijl de raid bezig was. Gebruikte een moment. Een grapple gunnetje pakken. En chaka, gek. Nou, een shoulder dino die ik mooi kan vullen nog helemaal. Top. En die kluis met al die gecrafte zooi. Overige item. Wat was dit? Oh ja, hier al die zadels nog. Nog meer, gast. What the fuck? Het is helemaal vol. Letterlijk. En hadden al deze wapens die hebben we dan nog niet eens gepakt. Oh mijn god, maat. Dat is toch niet oké? Even serieus. Kijk, al die percentages ook. What the fuck? Tech Megalodon saddles. Al die shotguns ook, man. What the fuck? Die Rex-Tech saddles. Dat zijn echt geen grapjes meer, man. Echt geen fucking grapjes meer. Is het hier nog in? Ja, al die blueprints, man. Dat kan je het niet uit meer. Dit laat maar weggaan. Ja, alleen al die blueprints moet ik nog even pakken. Even kijken. Die allemaal daarin. Dan zit die ook vol. Even kijken of een blueprint we dus nog hebben. Ja, die Rex-saddles sowieso, man. Tropio dingen, Tuzo. Ja, die dingen zijn ook allemaal volle bak allemaal al gecraft, hè. Kijk eens aan, man. Wat een blueprints, man. Craftmaster is officieel gewoon hard en hard verslagen hier. Dit is niet... Oké, gek. Ja, pak nog gewoon wat ik pakken kan. Ik ben weggewezen, man. De meeste hebben geloot. We hebben hier nog wat loot materials. Maar die materials, weet je, laat maar lekker liggen. I don't give a shit. Element boeien. Ik heb zat element. Ik heb zat. Meer dan zat. Raketten. Oh, die mutagen. What the fuck? Mutagen, kom maar mee hoor. Geen stress. Pees, ja, pees dat ik ook zat eigenlijk. En dit kristal, ja, oké, ik ben wegwezen man. Het is lijp. We hebben alle shit. Een mantis. Welke stats heeft deze mantis dan? Het is een mans met 41 health en 35 damage, oké. Netjes. 60 stamina, though. What the fuck? Ik kan de boel hier nog even opblazen trouwens. Ik weet niet of hier nog iets in zit in die loadout.
Er staan er niet voor niets 100. Ook een player dermis. Er zit overal een player dermis in of zo. Oh, wacht. Dat moet ik even voor uitkrijgen. Oh, die is ook nog helemaal vol, hè. Oh, die kan ook meenemen, gelukkig. Nou, Uberweb, ga maar in een bal zetten dan. Neem die ook meteen mee, dan zijn we daar vanaf. Dan hebben we al deze shit, hebben we gewoon, man. Dat is echt niet meer grappig. Kom maar, we gaan. Zo, dat was wel echt een intense raid, man. Met heel veel emotie. What the fuck? Ik begrijp er nog steeds heel weinig van hoe dit allemaal is gelukt. Maar goed, het is de kracht van een grapplegun, man. Ik heb er echt zoveel moeite mee. Oké, deze moet ik allemaal meenemen naar mijn teleportplatform. En dan zet ik het even in mijn base neer. Nice. En dan gaan we diep en diep de crouch cave in. En dan moet ik nu heel nodig pipi. Oh, be right back. Nondertje. Nou, zullen we even nog één keer snel doorheen scrollen. Kijken wat we allemaal hebben. Staat veilig in mijn crouch cave. Al die carbonieme zadels, allemaal capped. Compambo's. Fucking sterk. Snipers, ook echt super sterk ertussen. Vlak voor het leven, echt allemaal capped vlak weer. Mutagen zadels, die Tech Rex zadels, ook heel relaxed. En die dingen, die... Ja, dat. Dart mains, vol met ammo, electronics, andere dinosauriërs nog. Die blueprints allemaal, vlak BP's, structures ook. Tech dingen, hoppa, knetter veel zooi. Dan hebben we hier ook nog helemaal vol met vlak PC's. Turrets, die MDSM dingen voor de mech suits. Nog meer turrets, structures. Gekrefte zadels, man, echt. Om bang van te worden, gewoon echt. Kijk, hop. 284 items. Takka. Gewoon even zo erin gelegd, weet je wel. Hoppa. Habla. Nou, dat is alles mooi opgeruimd. Alleen even de cryo's. Die moet ik wel even los hebben, want die moet ik even in de fridge houden. Oké, zal ik even snel terug die kant op gaan? Misschien valt er nog iets mee te nemen of zo. I don't know. Even kijken waar Rudy is. Hier hangen die turrets nog, maar achter heb je niks. Dus dat boeit allemaal niet zoveel. Laat ik hem gewoon lekker staan. Dan ga ik geen moeite meer in stoppen. Ja, nou ik er toch ben, neem ik gewoon even alles mee uit die dingen. Alle BP's, oké, boeien. En alle strutjes, oké, boeien. I don't give a shit, man. I want it. I want it. I got it. I want it. I got it. Oh yeah. Alles hierin en alles wat me valt, doe ik weer even hierin. En op naar de Crouch Cave. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze aflevering, mensen. Het was knetter, knetterziek. Ik zie jullie graag snel terug. Peace.